cornea of het hoornvlies moet je eigenlijk voorstellen als het horlogeglas van het oog. En bij afwijkingen van het hoornvlies kan je dus begrijpen dat de patiënt niet heel goed ziet. Voor 2016 werden patiënten uitgezonden naar het buitenland voor transplantaties. En het is een hele mijlpaal dat we ze nu weer kunnen doen. Omdat je eigenlijk voor hetzelfde bedrag dat je een patiënt zou uitsturen, nu meerdere patiënten in hun eigen omgeving kan helpen. Mijn werkbezoek houdt in dat ik dokter Forster help met haar operaties. Zij is in 2016 bij ons geweest in Rotterdam. Zij heeft eigenlijk een deel van haar opleiding daar voltooid. En in die opleiding heeft zij ook hoornvliestransplantaties leren doen. Er zijn eigenlijk twee technieken die je kunt gebruiken. Je kunt eigenlijk alle lagen van een hoornvlies gebruiken. En er zijn speciale technieken waarbij je eigenlijk alleen de binnenste laag van een hoornvlies vervangt. Die techniek, die eerste die ik beschreef, die heeft dus 2 jaar geleden is ze daarmee begonnen hier. En waar ik er nu mee help is met een nieuwe techniek voor Suriname eigenlijk introduceren. Dat ze dat op een veilige manier eigenlijk hier ook kan gaan uitrollen. We zijn in oktober 2016 gestart met de eerste hoornvliestransplantaties in Suriname. Mede dankzij sponsoring van de Kirpelani Foundation en collega Lies Riemer uit Oogziekenhuis Rotterdam is toen in oktober geweest om samen met mij de eerste hoornvliestransplantaties te doen. Voor iedere hoornvliestransplantatie is het wel belangrijk dat er een hoornvlies beschikbaar is. Dus mensen moeten zich als donor beschikbaar stellen, dat doe je tijdens leven. En op het moment dat iemand dan overlijdt, dan kan een dokter in het ziekenhuis, zo werkt het tenminste in Nederland, kan een register raadplegen en dan blijkt of die persoon ja of nee donor was. Nou, dan worden bepaalde organen verwijderd die daar geschikt voor zijn. En één daarvan kan dan een hoornvlies zijn. Je hebt dat absoluut nodig, zonder dat kun je niet opereren. Het is ook heel erg belangrijk dat mensen zich als donor registreren, dat er ook voldoende weefsel is. In Suriname hebben we op dit moment geen donorbank, dus de donorhoornvliezen zijn afkomstig uit Amerika. We hebben een samenwerking met de organisatie Fish and Share en die heeft dan, waaraan een heleboel donorbanken in Amerika zijn aangesloten. En dat wordt dus, komt dus via Miami naar Suriname. Dus we doen dit, hè, omdat het... Als je de letter kunt lezen, dan weten we dat de goede kant boven zit. We hebben in het begin hoornvliestransplantaties gedaan waarbij we alle lagen van het hoornvlies transplanteren. In sommige gevallen is het niet nodig. En we zijn dus deze afgelopen week hebben we dus de eerste lamellaire transplantaties gedaan. Dat wil niets anders zeggen dan dat je gewoon in lagen transplanteert. Dat je eigenlijk alleen de zieke laag of de afwijkende laag van het hoornvlies verwijdert en alleen dat deel transplanteert. Dat heeft als groot voordeel dat het hoornvlies eigenlijk veel sneller opheldert. Dus dat een patiënt veel sneller gaat zien. Dat het veel makkelijker is om na zo'n operatie, dat is meestal na een maand of 3, om met een brilcorrectie te gaan werken. Het afstotingspercentage is aanzienlijk lager dan wanneer je alle lagen moet vervangen. Dus het is eigenlijk een veel makkelijker operatie en vooral ook in de nazorg is het een stuk makkelijker. Nazorgtraject bestaat uit een aantal controles. En het is ook heel belangrijk, we leggen patiënten ook uit dat de nazorg heel belangrijk is, omdat het een weefsel is van iemand anders. Dus je hebt altijd kans op een afstotingsreactie. Alhoewel de kans bij hoornvliestransplantaties heel klein is. We hebben dus in de afgelopen week 5 D-sec, noemen we dat, D-sec transplantaties gedaan. Dat is een nieuwere techniek. En we gaan zo direct de laatste nog doen. Dus in totaal 6 transplantaties. Nou, het was ook mijn eerste bezoek aan Suriname. Ik vond het ongelooflijk leuk om te zien hoe hier gewerkt wordt en hoe hier geopereerd wordt. Het is toch wel een heel ander land dan Nederland. Maar ik heb me eigenlijk wel verbaasd over het hoge niveau van de zorg die ik hier heb gezien. Ondanks toch wel moeilijke omstandigheden. Ik wil dokter Forster bedanken dat ze mij de mogelijkheid heeft gegeven om hier te komen opereren. Dat ze genoeg vertrouwen heeft gehad in mij om dat ook samen te doen. Dus ik hoop hier zeker nog een keertje terug te komen. Dit alles is mogelijk gemaakt. Ik wil dus eigenlijk Tom van Goor natuurlijk bedanken dat hij zich een week vrij heeft gepland om samen deze operaties met mij te doen.
de directie van het Academisch Ziekenhuis voor een medewerking, team van het Suriname Eye Center, in bijzonder het hoofd, dokter Pawira Ridge. Ik kan allemaal bedanken dat het allemaal mogelijk is gemaakt.